Hey, ook kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Minecraft Hunger Games. En we zijn hier op Survival Games 4 en gebruiken mijn fancy texture pack. En ja, ik ga nu ophouden over dat gestuurd van dat stomme texture pack, want jullie weten dat volgens mij nou wel. Maar goed, ik ga een nieuwe route proberen. Ik ga hierheen en dan ga ik in dat gebouw dan, want dat zijn 3 chests. Dus we gaan gewoon zien hoe het uitpakt. En GG, let's go. Kom op, geef mij iets boeiends. Dat is boeiend. Dat is heel boeiend. Mij. Nice. Goed. Nu moet ik een zwaard gaan halen. Want hier is meestal altijd wel iets van een wapen of zo. Dus ja. Maar goed, we gaan proberen om het sowieso tot aan deathmatch te redden. En dat moet hier wel mee lukken, denk ik. Dat moet prima lukken hiermee doen. Hey, dude. Kom, Tommy. Oké. Ja, en wat had jij dan, hè? Rot jij ook maar op. Want dit is mijn territorium. Kom op, zo'n soort. Nou, een andere bullshit. Nou ja, whatever. Ben ik ook wel content mee, hoor. Dan niet van, die Iron Ingot. Oh, ik heb bijna full lingerie. Yes. Even kijken, in deze chest heb ik ook een bol. Ja, dus ik kan ook mushrooms gaan pakken. Wacht, moet ik ja? Oké. Dan pak ik even wat shrooms. Van hier. Oh, baby. Lol, cats. Goed, ik heb een wooden sword. Dat is niet OP. Oh, er is iemand daar binnen. Ja, wat denk jij nou dat ik jou niet zie daar? In tegenstelling, meneer. Oh, je hebt mooie iron pants. Mag ik die hebben van jou? Ja, met een pingwing. Mag ik die iron pants? Alsjeblieft, mag ik de... Dank u wel. Hey, heb ik nog een... Oh, ik dacht even dat ik een extra iron ingot had. Waarmee ik een iron sword... Oké, daar is iemand. Je hebt het ook van mij, meneer. Wacht even, ik maak even een soepje. Oh, kijk nou, ze komen deze kant op wel. Dat is boeiend. Oké. Wel, ze is in het gebouw gegaan. Oh my god, de dombo is echt waar. Zijn ze echt... Holy. Dat is interessant. Ja, die is wel gerapt, of course. Ja, wat ik ga doen. Ik ga hierheen. En dan gaan we kijken, want hier zijn 2 chests. Dus ik kan gewoon de stone sword gebruiken. De armor is in principe wel redelijk. Ik zeg niet dat die goed is, maar het is redelijk. Redelijk armor. En daar hebben we ook echt gewoon veel aan. Oké. Nou, even opdonderen met dat ding. Hup de derp. Kom op, even nou. Oké, iron sword vind ik helemaal lauw. Even in het water. Of niet. Ik eet even porkchopper. En dan heb ik een iron sword. Yes. Daar ben ik wel content mee. Ja hoor. Oké. Oh, hi. Hey, dude. Jij kunt leven. Ik heb iets beter wapen nodig. Niemand? Nee. Let's craft myself. Huh? Nee. Ik zou echt waar zweren dat ik een iron ingot daar had. Nou, dan gaan we er nog maar een keer heen. Ik ga... Wauw. Oké, ik doe hem nou gewoon in mijn inventory. Ben ik klaar mee? GG. Ja, soms lijken die servers gewoon. Dat is altijd zo droog. Nou, nu kan ik tenminste gewoon naar boven klimmen. Hoef ik niet alles weer uit te hakken, dat scheelt. Dus, wat is het? Een kwestie van 1 minuut zo. I know it. I knew it. I fucking knew it. Fall damage. Yummy. Oh god, er is iemand. Oh god, er is iemand. Daar is iemand. Bij spawn. No bless. Als hier iemand is, dan moet ik acuut wegwezen. Oké, daar zijn wel wat mensen, maar... Ik moet mijn zwaard op tijd kunnen craften, eventueel. Dat moet kunnen.
Nice. Oké, ik moet hier echt niet langer blijven. Vis en alles in inventory. Oké, let's go. Fishing rod of een boog. Prima. Geen arrows. Oké. Dat is minder. Maar goed, ik heb in ieder geval zooi waarmee ik mensen kan killen. En Maroon die vult ook niet echt slecht, hè? Verschrikkelijk. Oké, daar is iemand. Die kan ik wel aan, denk ik. Ik heb 6 armor pieces. Hier is een Mongool. Hier zo moet ik er wel aan kunnen. Tenminste, die kill die lijkt als de tering. Oké, peace. Kan je niet aan. Doei doei. What the fuck, man. Echt waar. Rennen. Gewoon rennen. Oké. Oh. Ik heb geen health regen. Oké, eet de soep. Of eet de pie of iets in die trend. Goed, wel. Ik laat hun het lekker uitvechten. Ik ga, denk ik, in de secret source. Of nou, ik ga hier wel even neuzen. Of nou, weet je wat? Ik ga wel naar de secret source. Whatever. Oh my god. Close call. Close call. Even die sheets weghalen zo. Wauw. Dat was best een close call. Maar goed, ik ga dus even naar de secret source. Dat is hier langs. Zou dit huis al gerobbed zijn? Ik probeer te kijken. Oké, één deur die staat leeg. What the fuck? Echt, what the fuck? Als de deuren dicht zijn, is die nooit meegenomen. Kijk, dit bedoel ik dus. Leather armor mogen ze hebben van mij, echt waar. Wacht, deze is vast. Ik hoop iets van betere armor of zo. Sticks, oké. Verder boeit me dat niet. Oké, secret source, let's go. Ik heb alleen maar een stone axe. Wacht, ik ga hierboven even kijken. Dit is een tier 2 chest. Dus gewoon iets van een iron chest plate of zo. Want wel, ik zie niet echt prima uit. Dus gewoon iets van een iron chest plate of gewoon iets van andere armor. Iets van boots of zo. Of helmet. Ah, geen leggings, want leggings heb ik al. Maar die krijgt een diamond sword. Maar goed, ik ben hier niet echt bang voor, want wel mijn armor was toch wel beter. Dus. Maar volgens mij teamden ze niet allemaal... Ja, leeg. Volgens mij teamden ze niet allemaal met elkaar, dus... Op zich moet ik een kans maken. Even kijken, ga ik even in die boom hier zo. Oké, dat scheelt weer iets wel damage. Oké, zo. 2 hartjes draaf. Nou, dat maakt op zich niet heel erg uit. Nou, ik heb alleen maar een stone axe. Jongens, ik heb alleen maar een stone axe. Maak jullie allemaal maar niet druk. Ik ga alleen maar even in de secret source. Dompe, 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 dom. Open, goed zo. Goed, jullie zien nou waarschijnlijk helemaal niks, maar het is erg jammer, maar het is niet anders. En kom op, chestplate. Kijk, dit bedoel ik dus. Zo, dat is een helm. Wacht even, ik stoor even al mijn junk hier. Al deze shit die ik allemaal niet nodig heb. Echt gewoon waardeloos. Oké. Wacht, ik eet even de vis op. Goed, ik heb iets betere armor nou. Zo. Het zijn tier 2 chests namelijk. Die hebben altijd iron armor en shit. Dus ja, hier is er ook nog één. Kom op, chestplate. Wat is dit een tier? Wauw. Ik heb een extra bol. Dat is goed, denk ik. Even kijken. Zo, die doe ik even in de inventory. Ik heb pijlen. Dat is nice. Ik heb arrows, ik heb fishing rod. Emergency. Open graag. Hallo, gaan wij open? Ik moet wat mensen zoeken om te killen. Het is nu of nooit, echt waar. Dus wat ik ga doen is, ik ga hierheen. Huh? Zag ik nou net? Ik zou zweren dat ik een name tag zag. Die Mongool shift klikt. Even kijken. Nee, even kijken. Ze zijn vast hier buiten. Chest. Zo gerobd. Ja. Oh, nou ja. Ik neem het mee. Helemaal nooit natuurlijk. Oké, wel. Uit Jeroens video heb ik gezien dat daar een parcours was. Maar dat ga ik niet doen natuurlijk. Want ik moet wat mensen gaan killen. Want straks gaan ze allemaal oplooten. Er zijn nog maar een paar mensen left. Oké, daar is iemand. Oh mijn god, in een gevecht. Ja, oké, ik moet me daarmee bemoeien. Anders is het gewoon GG. Het is gewoon nu of nooit. Want in deathmatch gaan we ze dan repen natuurlijk. Want dan kan ik niet meer wegrennen. Nou kan ik eventueel nog wegrennen. Ja, of ik kan zo'n move doen die hier ik laatst deed natuurlijk. Ja, oké. Wat heeft hij? Is het een soort? Stel niet voor.
Ja, oké, okay, dat is een wijf. Holy shit, dat is close. Oh, got you, Big Arms. I got you now, boy. I got you now. Ja, dat is allemaal van mij. Ho! Waarom lag ik nou weer dan? Ja, he knows. 60 seconds until deathmatch. Ik moet gewoon rennen. Kan niet anders. Echt, mijn hart klopt in mijn keel. Echt waar. Kom op, hou het nog 60 seconden uit. En dan vreet ik alles op wat ik maar kan. En dan is het gewoon GG. Dan moet ik gewoon de Hunger Games winnen of verliezen. Want anders dan ben ik echt gewoon een lul. Hij zit achter me aan. Ik kan niet anders. Ik moet wel. Mijn sprint neemt af. Kutzooi. Niet laggen. Alsjeblieft. 30 seconden. Overleven. 30 seconden. Wauw. Gewoon. Phew. Haha. Close call. Oh, nice dat ik dat wijf. Of dat panda of zo. Wat had ik doodgemaakt? Een wijf volgens mij. Kom op. Boost. Elle boost. Is die nog achter me aan of niet? Nee. Ik kan eten. Wat heb ik geloot? Oké. Dat is van mij. En verder heb ik in principe full health. Nee! Twee gastjes met diamond swords? Wauw. Fuck, mijn health regen niet op tijd. Oké, laat het hun maar uitvechten. Ik ga niet. Ik ga dood. Doei, jongens. Fijn dat ik jullie gekend heb. Vecht, ik zweer je. Wauw, als ik dit ga winnen, echt waar. Nee, ik ga dit verliezen. Wacht, als ik kan snipen. Ik ga gewoon ook gewoon full health proberen te krijgen. Kill is echt bang voor mij nou, dus ik moet hem in principe kunnen aanvallen. Ja, kom die hoek maar om. I dare you. Waarom heb ik nog geen health regen dan? Waarom heb ik nog geen health? Zit hij nou achter me aan of niet? Lucky snipe. Oeh, close. Close. Zit hij echt achter me aan? Nou, volgens mij wel. Ja, hij zit achter me aan. 2 minutes until deathmatch ends. Ik ga gewoon rennen. En mijn health regenen. En dan ga ik hem pakken. Is hij nou AFK? Fuck, nou heb ik geen arrows meer. Geweldig. Ik moet hem aankunnen qua armor. Kom nou, hè. Had je wat tegen mij? Ik ga die Hunger Games gewoon winnen, jongens. Ik ga het gewoon doen. Ja, nu is je flintstiel kapot. Je zielig stuk. Vreten dat je het bent. Even, ik ga voor de kat af. Ja, ik heb de upper hand nou, hè. Ik heb betere armor en een iron sword. Je hebt maar een half hartje verschil met je loser. Dus ik ga je gewoon doodmaken. Mijn armor is toch voor 10 keer zoveel beter als die van hem. Ik heb full iron, praktisch. Alleen mijn boots niet, nee. Oh mijn god, je gaat mij niet weerhouden om deze deathmatch te winnen. Ja, hij weet het, is nu of nooit. Kom op, lucky hits. Nee! Oh, hoeveel hartjes had hij? Nee, weet je wat jongens, kijk, het is heel simpel. Ik deed mijn best, maar het was lag en hij kreeg lucky hits. Het is gewoon, PvP is gewoon altijd een beetje choppy en wat is gewoon wie de meeste lucky hits kreeg. Kijk, ik had gewoon geluk dat ik hem op een gegeven moment gewoon... Ik denk dat hij gewoon nog 1 hit was tot hij dood was. Ik denk het wel. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik heb echt lol gehad deze Hunger Games. Het was een lekkere snelle Hunger Games. Maar goed, tot volgende keer. Laat even wat likes achter. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer bij meer Minecraft Hunger Games. Dus ja, later mensen.